De Safety and Security Academy Suriname, SSAS, heeft gisteren haar openingscollege van de Health, Safety, Environment and Quality opleiding gehouden. De opleiding is gelijk aan een MBO plus diploma. De verschillende sprekers stonden stil bij het feit dat Suriname zich momenteel voorbereidt op een nieuw tijdperk. De vraag naar experts op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit stijgt exponentieel. En de SASAS staat aan de frontlinie om deze professionals op te leiden, mede dankzij de opkomende oil- en gasindustrie. Deze mijlpaal wordt mede mogelijk gemaakt door de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Milieu ROM en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken AWJ, evenals partners uit het bedrijfsleven zoals Fernandes Bakkerij, die het belang van veiligheid en duurzaamheid in de beroepssector benadrukken. De opleiding levert namelijk experts af die voldoen aan de internationale en nationale normen, essentieel voor de industriële groei en de toenemende complexiteit van werk in zowel de publieke als de private sector.